We spreken in Nederland van een hittegolf op het moment dat er op 5 dagen achter elkaar een temperatuur van 25 graden of meer wordt gemeten. Op 3 van die dagen moet het dan ook nog 30 graden of warmer worden. Dat noemen we tropische dagen. Het hoofdstation van het KNMI ligt in De Bilt. Als daar aan de reeks wordt voldaan, spreken we van een landelijke hittegolf. Gebeurt het elders in het land, bijvoorbeeld in het zuiden of in het noorden, dan spreken we van een regionale hittegolf. Een hittegolf kan dus dagen duren, minimaal 5 dagen, maar eigenlijk verder onbeperkt lang, zolang er maar wordt voldaan aan de voorwaarden van een reeks dagen met 25 graden en ergens in die reeks 3 dagen met 30 graden of warmer. Op het moment dat er een dag komt met een maximumtemperatuur onder de 25 graden, is de hittegolf ook voorbij.